Welkom bij Studentity, de show voor studenten door studenten. Vanuit de beste studio hier in Breda gaan we elke aflevering een studentenprobleem behandelen. De topic van vandaag is mental health en dat gaan we bespreken met onze expert Marijke en onze student en ervaringsdeskundige Kiki. En dan is het nu tijd om te kijken naar de mental health van de huidige student. Vind jij mentale gezondheid of fysieke gezondheid belangrijker? Ik denk mentale gezondheid. Ik vind mentale gezondheid belangrijk. Mental, easily. Ik denk toch wel, zeg maar, als je mentaal gezond bent, dat je fysiek jezelf ook wel, zeg maar, sterker voelt. Omdat, ja, fysieke gezondheid, ja, ik kan wel een rondje lopen, maar als je depressief bent, dan heeft dat nog niet heel veel zin. Dus het is wel gewoon belangrijk dat je lekker in je vel zit. En waar denk je aan als je denkt aan mentale gezondheid? How would I describe mental health? De lockdown. Gewoon een fijn sociaal leven, vrienden om je heen, familie. Dat is gewoon wel heel goed. Lekker weer. Ja, dat is altijd fijn, maar dat heb je in Nederland nou helemaal niet. Vandaag de gast om mental health met ons te bespreken is Marijke Lemme. Marijke heeft gestudeerd om Reiki Master te worden. Ze is nu lerares wiskunde, maar ze is gespecialiseerd als trainer en coach met een mooie 15 jaar ervaring in mental health. En Marijke, dat is natuurlijk een moeilijke vraag, hè, wat nou belangrijker is, mentale of fysieke gezondheid. Wat vind jij? Ja, ik denk dat een mens holistisch in elkaar zit. Dus zowel het een als het ander. En je hoort natuurlijk, ja, en als het een niet goed gaat, gaat het vaak met anderen ook niet goed. Psychosomatische klachten. Mm-hmm. Zijn klachten die eigenlijk voortkomen uit lichamelijke klachten. Ja, dus het moet in balans zijn. Het moet allemaal gezond zijn. En wat houdt mental health dan eigenlijk in? Mental health houdt voor mij in, ik weet niet of er een officiële definitie is, dat weet ik eigenlijk niet eens, dat je duidelijk kunt nadenken over dingen, dat je het onderscheid kunt maken tussen dit is wat ik nu voel, maar heeft dat ook werkelijk iets te maken met wat er in het hier en nu gebeurt? Mm-hmm. Mensen overreageren wel eens, terwijl dat eigenlijk niks te maken heeft met de situatie op dat moment. Een voorbeeld van mental health, dus ja. Dat je de situatie goed kunt inschatten. Ja, en er wordt natuurlijk ook steeds meer over gepraat, steeds meer aandacht aan geschonken, net als hier, hè, in de tv-studio. Mm-hmm. Hoe was dat in jouw studententijd? Niet op die manier. Ik denk wel dat er al meer ruimte was dan daarvoor. Het begon wel dat er meer ruimte was voor dat mensen ook gelukkig moesten zijn. Dat mensen ook aandacht begonnen te schonken, bijvoorbeeld in de opleiding tot lerares aan de ontwikkeling van de kinderen. En niet meer alleen het cognitieve. Dus het begon toen wel al, begin jaren 70, op te komen. Ja. En om door te praten over jouw studententijd, waar heb jij gestudeerd? Nijmegen. In Nijmegen? Ja. En zat je toen op kamers? Ja. En hoe zag jouw kamer eruit? Klein. Klein. De eerste kamer, de dozen waar de kleding in zat. Niet eens een kledingkast. Een kistje. Nee, het was geen sinaasappel. Het kistje was de tafel. Dat was een echte studentenkamer. Dat was het. Een echte studentenkamer. Dat is leuk om te weten, want wij gaan namelijk nu kijken naar Room Battle, waar twee studenten strijden om de beker. Welcome to Room Battle Breda. My name is Sander and today we will look at how students live on their own. We're looking for the worst student rooms and therefore we are going to visit several students and see how many points they score based on our criteria list. Wondering how we will do that? Easy. We grade the condition of their room. But what's more, we also focus on the condition of the shared spaces. Think of the living room, the kitchen, the bathroom. It's two students. One epic battle and a prize to remember. So let's begin. Hi. Hi. Welcome to my house. So this is my room, welcome. Thanks for showing me. So can you tell me what's wrong in your room? Yeah, I would start with the window. Well, it's really windy in the winter and when the rain is pouring, it's really heavily. And that's why I have a towel over there. The heater is working well here, but the whole rest of the house is not and it's really cold. So you have to wear something when you walk out. Yeah, exactly. Okay. It's not really nice. So is there any other room you would like to show me? Yeah, you can follow me. Okay. So this is the living room.
I can start with this part. You can feel the cold, right? Yeah. Yeah, because there is a hole on the window side. Perfect. So it's really noisy, and also the whole house is shaking when the buses are passing by. Also, there is construction work, as I mentioned. And I haven't removed this, but let's see what's here. Oh my god. Oh my god. That's disgusting. There is my shit. Oh, I would put it back over again. I won't sit on this couch anymore. Oh, no. That's yeah, awful. This. I'm sorry awful. For you. Yeah, exactly. But let me show you the bedroom now. Yeah, sure. As you can see, that's the worst part of the house. Well, yeah, there is a lot of mold, and also when you're showering, there is water all around your foot because the drain is clogged as well. And yeah, the shower here is just See, I don't want to be rude or anything, but I don't even feel comfortable sitting here. I know. It's disgusting. Yeah, imagine showering here. Yeah, well, I can't. Exactly. So let's take a look at the kitchen. Yes, yeah, let's move out of here. Yeah. So about the kitchen, you can see it's really small. For four people? Yeah, this is the only space where we can cut or just cook something. And also when I first, yeah, I got here, there was only this small oven, and it's really dirty, and I didn't want to use it at all. Also, the sink is again clogged. We have problems with that. And when there are a lot of dishes, the water is not going into the drain. Also, this one is not working, that's why I have to open the door because of the smell. And when I'm cooking, my hair got stuck in here because it's really... Oh my god, that's disgusting. Well, thanks for sharing everything with me. Thank you for being here. Yeah, before we can say who the winner is, we still have to go to another student and their house. I can't wait for the results then. Yeah. We are at our second location and our second student to grade the condition of their rooms, Laurent, so let's go. I've heard the bell's not working, so I'm gonna knock. Hi, hi. Welcome to my house. Come in. Thank you. So as you can see, this is my my room. Some pretty nice things over here. My bed, my desk, little couch over here. But there are also some small things which are not that good and not working. Like the lamp was falling off, and yeah, I've just not no really lamp. Fixed it. Yeah, no lamp, yeah. The sink, it's a bit dirty. Also the tap, it's not working. And I see some holes in the wall, but okay. Yeah, there's some holes here. It's a nice location, but this noisy street, also the church, you can, yeah, you hear that. Okay, well, thanks for showing me your bedroom. Yeah, no worries. Now we're going to the bathroom. Okay. I think that's nice, yeah. So, this is our bathroom, and as you can see, it's very small and the light isn't that good here. As for shampoo and stuff, we can't storage that here, so we have to put it on the top of the wall. Also, the floor is disgusting. But at the end, we can shower here. Yeah, so we're now in the kitchen. Yeah, first, there are plenty of things I can start with, which are not that good. We do have a dishwasher, but it's not working that good. So as you can see here, the gloves are a bit dirty. A bit. Yeah, a bit. So yeah, then we can continue with the kitchen. What's wrong with your sink? Yeah, my sink, yeah, it's broken. So it's not working that good, but... It's still water coming out. So it's doing its job. It's something. As we can continue in the furniture, you see there are some bits of food out there from weeks, months. Yeah, I can tell. Yeah, and one more funny thing, we need the mouse trap hook. So here. We are keeping our garbage here, and sometimes there's mice in the garbage bags, so you have some pets as well. Yeah, we have some pets as well. Yeah, nice. Exactly. Well, thanks for showing me your place. Yeah, of course. Before we announce who the winner is, we need to grade
the condition first. So we will come back to you later. I'm curious, yeah. Goodbye, man. Bye-bye. So guys, we have graded the houses. Laurent, your room was certainly a mess, especially the kitchen. I'm so sorry. However, Marina, the condition of your house was worse. And this show is all about the condition of the rooms. So for that case, the winner is Marina. Congratulations. Thank you. Here, your prize. Take it. Congratulations on having the worst student room of Breda. I don't think that's an honor, but I don't think so either. It gets better. Thank you very much. I hope so. So guys, thanks for watching. I hope you had a lot of fun looking at the worst student room of Breda. We see you next time. En bij ons is komen zitten Kiki. Kiki zit in haar derde jaar medewerker evenementenorganisatie. Om haar mental health te verbeteren vindt Kiki structuur, werken en naar school gaan belangrijk. En Kiki, welkom. Wat zou jouw kamer scoren? Ik denk toch wel een goede 7. Nou, dat is een heel goed cijfer, 7. Ja. En Marijke, je hebt het net al kort over je kamer gehad, maar wat zou het cijfer zijn? Geen 7. Geen 7. Eerder naar een 5 of zo. Nou, het is nog steeds bijna voldoende. Ja, bijna. En Kiki, woon jij nog thuis of woon je op kamers? Nee, ik woon gelukkig nog thuis. Ja, nog thuis. Ja. En waarom? Ja, nou gewoon, het is en goedkoper en mijn ouders doen nog alles. Ik vind het ideaal. Ja, ja. En zoals in de introductie al gezegd is, jij vindt structuur, werken en naar school gaan belangrijk om je mental health te verbeteren. Ja, hoe ben je aan die punten gekomen? Nou, ik merkte, ik heb een tijdje stage gehad, daar deed ik vrij weinig. Dus ik merkte dat ik gewoon weer inkakte en toen ben ik met een coach gaan praten. En daar zijn we samen achter gekomen dat structuur en ritme wel echt belangrijk is voor mij. Mm-hmm. Dus zodoende heb ik ook op mijn vrije dagen plek alsnog iets in om iets nuttigs te doen. En dan blijf ik gewoon positief en actief. Ja, dat is heel fijn. En is dat altijd al zo geweest dat je gewoon wat motivatie had om positief te blijven? Nee. Ik heb wel een periode gehad dat het iets minder ging. Dan was ik hele dagen thuis, deed ik eigenlijk niks. Ik at ook niks. En toen zijn mijn ouders het ook gaan merken. En toen hebben ze gezegd, ja, je moet wel gaan praten nu. Ja. Dus dat hebben we eigenlijk, dat is allemaal in coronatijd gebeurd. Ja, precies. Ja. En Marijke, jij als coach, zie jij dat vaker terug? Dat jongeren tegen dingen aanlopen en die structuur nodig hebben? Ja, structuur nodig hebben. Structuur is heel belangrijk. Gewoon een bepaalde dagstructuur. Maar ik denk ook de sociale contacten. Ja, zeker. Het is niet alleen het naar school gaan in de structuur, maar ook dat je de mensen ontmoet. Ja, ja. Allebei wel. Ja, allemaal belangrijke punten natuurlijk. Ja. Ja. En jij studeert medewerker evenementenorganisatie. Heb je al enig idee wat je er later mee wilt gaan doen? Ja, gewoon dingen plannen en organiseren. Al zijn het kleine vergaderingen kiezen in bedrijven of grote evenementen. Dat maakt me eigenlijk niet heel veel uit als het maar echt plannen en organiseren is. Ja, ja, leuk. Ook structuur. Ja, ja. Ja, precies. En ander onderwerp. Jouw ouders zijn ondernemers, klopt dat? Ja, klopt. Allemaal, ja. En wat doen ze? Mijn moeder is kapster, mijn vader is glazenzetter en DJ. En mijn stiefvader die is automonteur. Zou je ooit je eigen bedrijf ook willen of niet? Ergens wel, ergens niet. Maar dan moet ik wel echt meer ervaring hebben dan wat ik nu heb. Ja, ja, snap ik. Het is interessant, nieuwe businesses. Wij gaan nu naar Booming Business, waar we gaan kijken naar nieuwe ondernemingen in Breda. Today for Booming Business, we are in Breda to see people's reactions to a perfect Jane. Have a look at this apple. Okay. So what do you think, what kind of products can be made out of an apple? Appeltaart. Yeah. Appelsap. Appelmoes. I've seen people building like houses. Wordt hier appel van gemaakt? Is dit een appel? So this shoe is completely made out of apples. Really? Yeah. Echt? Ja. Tof? Ja, wat cool. Wait, this is made out of apples? Yes! So I can eat it. Yeah. Ik ben wel creatief dat je dit zo kan doen. Ja, goed hè? Ja. Yeah. Wat vinden jullie van de schoen? So do you like the shoe? Oh yes, it is. It's beautiful. I like it. Very nice. Yeah, and then some is me like, I never heard of it. Yeah. Okay. The average review score of a Perfect Jane is 9.9. And 100% of reviewers recommend the brand. The shoes are totally vegan and sustainable. The owner's dog has been the inspiration to start the company. The shoes are made from apples and recycled materials.
prices of the shoes vary between 140 euros and 230 euros per pair. So, Suzanne, how are you today? I'm fine, thank you. How are you? I'm great, thanks. So, you are the owner of the company A Perfect Jane. Yes. You tell us something about the company? Yes, for sure. A Perfect Jane designs trendy vegan boots for fashionistas who want to look great and feel good without compromising on style and quality. So, what inspired you to start this company? Well, it started with my dog Jane 16 years ago. She inspired me to stop eating meat, and later on I became a vegan. But I could not really find trendy vegan boots myself, so at one point I decided to design them myself. Can you tell us a bit more about Jane? Yes, for sure. Jane is my best friend. She's a 16-year-old Belgian shepherd, and she's full of life. Like, she's still really active, enjoying every day, and I have a really strong connection with her. Mm-hmm. So that's also the reason I started thinking about not only what I eat, but what I'm wearing as well. So I've heard your shoes are made out of a special thing. Can you tell us what your shoes are made out of? Yes, our shoes are made of apples. The apples are from Italy, from an apple yard. Mm-hmm. And normally they are suitable for the fruit juice industry, but every apple which is not suitable for this industry, is used to make apple leather. Yes. It's combined with recycled PET, so the plastic bottles, to make it strong enough and suitable to make boots. How did you get the recognition for your company? Well, the recognition started at first when we needed finance to start everything. Mm-hmm. I was supported by a crowdfunding with over 80 people who supported me and invested in A Perfect Jane. So I was really proud of that. And later on, I was nominated for the best startup at the Breda Startup Award, and we won. So that was great recognition and the feeling that we are on the right path with our product. So you signed up yourself. How did winning the Breda Startup affect your company? Well, it affected the exposure of our company, of course. We grew online through our social media accounts and also on LinkedIn. We were in the news, we were in the newspaper, so we got a lot of exposure, which eventually resulted in a new investor, which we are really happy with. Okay. So yes, we are happy with the award, of course, yes. Can you tell me the advantages and disadvantages of having your own company? Yes. Well, I started the company for a reason, not only because I wanted to design trendy vegan boots, but also because I wanted to make my own decisions in my career. So I wanted to feel the freedom of being a company owner and doing what I like myself, following my passion. Mm-hmm. And that's the biggest advantage that I experience. We decide everything ourselves. I run the company together with my partner, and every decision we make, we do it ourselves. So that's a big advantage. And it starts from designing the boots, because we develop a product from scratch. So that's new to us as well. Mm-hmm. But the disadvantage is, you are never out of stress. You are always working. And that's something I knew before I started the company, but I underestimated it a little bit, to be honest. A little bit more of responsibility than you thought you would get. Yes, for sure, yes. Exactly. A little bit more work. I thought, well, I'm going to start an online business, mm-hmm. and just wrap up some packages in the evening, but it's a lot more than that, yes. Yeah, of course. So you've explained that your boots are vegan and you're a vegan yourself. Yes. What does veganism mean to you? Well, it means like contributing to a better planet, because there is a lot of pollution in the fashion industry, that's for sure. But not only that, there is a lot of harm to animals, of course, which is just completely unnecessary. And as an animal friend, I really am against animal cruelty, so I truly believe that we have to do it differently, yes. So, do you have any tips for people who start their own company? Yes, I have. Well, start before you are ready, because you are never ready, and everything changes along the way anyway, so you can better start. Better start now than better later. Start now than be sorry afterwards, yes. Exactly. Good tip. To leave this interview on a good note, can you tell us your life motto?
Yes, I can. My life motto is, so why try to fit in if you are born to stand out? Great life motto. Thank you. Motto to live by. So thank you for having us. You're welcome. Thank you. Thank you for sharing your story, most importantly. Thank you as well. Well, that's it for today, guys. We hope you enjoyed it. We'll see you soon. This was Booming Business. Back to the studio. En Kiki en Marijke, hebben jullie hier wat inspiratie uit kunnen halen? Ja, het was een leuk stukje. Ik vond het knap van die vrouw dat ze erop is gekomen. Ja. Ja. En Marijke? Nou, ik denk dat het heel goed is dat we meer duurzaamheid betrachten. En dat doet dit natuurlijk wel. Het is ook een probleem om te recyclen natuurlijk. Iets wat normaal gesproken afval is, toch weer verwerken. Ja. Dat vind ik wel heel positief. Ja, het is belangrijk om er mee bezig te zijn. Ja. Ja. En zie jij ook een groei in bedrijven die zich bezighouden met mental health? Ik heb het gevoel dat dat alweer een beetje aan het afnemen is. Okay. Tenminste, als ik dat zo om me heen kijk. Een aantal bedrijven met mensen die als ZZP'er begonnen. Ook door de economische crisis werd het allemaal minder. Het is toch de eerste wat mensen weer weglaten. Ook organisaties met trainingen en coachen en dat soort dingen. Het eerste wat er weer uitgaat als het niet zo goed gaat in het bedrijf. Maar de andere kant denk ik wel dat het weer meer aandacht vraagt aan de organisaties die er zijn, zoals bijvoorbeeld de GGD. Ja, maar het jeugdhulp, kan altijd beter. Ja, de jeugdhulpverlening heeft natuurlijk een wachtlijst van heb ik jou daar. Ja, ja. Dus er moet meer aandacht nog voor zijn. Ja, ja. Zeker. Ja. En wij hebben ook onderzoek gedaan naar de mentale gezondheid van de huidige student. We gaan even kijken wat daaruit is gekomen. 81,4% van jullie vindt mentale gezondheid belangrijker dan fysieke gezondheid. Oorzaken van mentale problemen zijn stress en negatieve gedachtes. Voor verbeteren van mentale gezondheid suggereren 15,5% van jullie om jezelf te omringen met mensen die je energie geven. Maar leuke dingen doen en erover praten is ook belangrijk. 6,4 is het cijfer dat jullie gemiddeld geven aan je mentale gezondheid. En Marijke, is het een realistisch beeld? Ik denk het wel. En ik denk dat de social media ook nog even iets doet in de negatieve gevoelens. Op welke manier? Nou, mensen gaan meer met elkaar vergelijken. Ik ben blij dat ik niet opgegroeid ben met dat vergelijken. Ja, ja. En dat gebeurt denk ik nu veel meer. Ja, en Kiki, kan jij daar ook in vinden? Ja, zeker. Die sociale contacten vind ik zelf ook altijd heel belangrijk. En net wat Marijke zegt, dat social media, dat zie ik bij mijn vrienden omheen ook heel erg. Dat echt, oh, die wil ik, oh, dat gewicht wil ik. Ja. En ja. Ja, het is goed om ons ervan bewust te zijn, hè, wat dat sociale media met ons doet. Ja. Ja. En ons team is erop uitgegaan om erachter te komen hoe jullie denken over je eigen mental health. Na de street interviews gaan we kijken hoe studenten de straten van Breda verkennen in Breda Experience. We staan hier met Bo, Sarah, Thijs, Geertje en Romy. Wat denk je dat oorzaken zouden kunnen zijn voor mentale problemen? School, werk. Personal problems, what you've been through. Ja, ik denk dat sociaal contact is wel een heel groot ding wat gewoon ieder mens nodig heeft. Minder interactie met andere mensen, dat is natuurlijk, dat heeft wel impact, ja. Welk cijfer geef jij momenteel jouw mentale gezondheid? Ik denk een 7 of een 8. Een 7'tje denk ik. Een 7? Een 7'tje. 4. Ja, wel een 4. Oh. 6. 9. Oh, oké. Okay. Dat is goed te horen, dat is het hoogste cijfer tot nu toe. Ja. Nou ja, op zich. Ik heb ook wel een beetje een kutsituatie met mijn fysieke gezondheid op het moment. Dus ja, daar heb ik nou ook niet echt veel. Het is natuurlijk met elkaar verbonden. Ja, ja. Hoe denk jij dat je mentale gezondheid nog zou kunnen verbeteren? Of wat zou kunnen helpen? Nee, ik denk niet dat ik het moet gaan verbeteren. Ik moet het onderhouden. Ja, dat is wel. Dus stabiliseren. Met mensen praten. Ook al is dat wel heel erg moeilijk, maar ik wil met mensen praten. For example. More training. More soccer. More training, ja. De lessen volgen is wel gewoon kut en onbetrouwbaar als je niet weet wanneer je in lockdown gaat. Zeker. En wat je kan verwachten van school. Ja, de cijfers gaan echt zwaar achteruit en het probleem met je ouders en dat is weer allemaal vervelend. Ja, dat is nooit fijn. Nooit. Nou, laten we hopen dat dit de laatste lockdown was. Ja, hopen. En bedankt. Welkom bij The Breda Experience. Twee hogescholen uit Breda gaan tegen elkaar spelen waarbij ze puzzels moeten oplossen en challenges moeten uitvoeren die iets met Breda te maken hebben. Laten we kijken wat er in de eerste envelop zit. Is jij mee voor? Is goed. Oké. Oh, zijn er zijn twee. Kom sneller dan het andere team aan bij de bestemming. Gedurende het spel krijg je uitdagingen die je moet uitvoeren om de volgende locatie te krijgen.
Lukt het je niet om de uitdaging binnen de tijd uit te voeren, dan volgt er een punishment. De regels zijn geen telefoon, geen geld, geen transport. Oké, de challenge. Zoals jullie vast weten lopen er kippen in het Valkenbergpark. Waar ligt dat? Valkenberg. In het Valkenbergpark. Maar weten jullie ook waarom? Nou, dat zit dus zo. In 1999 hebben zwervers de kippen van de straat gehaald en naar het park gebracht nadat smederij Vrijse deze vroeger heeft vrijgelaten bij sluiting. Toon Kolen, de parkbeheerder, vond het een goed idee om de kippen in het park te houden aangezien de kinderen het zo leuk vinden. Maar deze duvelkus plant zich heel snel voort, dus ga snel een kip vangen zodat Toon die weer naar de kinderboerderij kan brengen. Je hebt 30 minuten de tijd vanaf nu. Oké, nou, let's go dan. Een kip vangen, schat. Hoe zou je kippen vangen? Ja, weet ik veel. Ik heb echt geen idee, maar echt. De kip gaat namelijk weg. Nu dat beide teams weten wat zij moeten doen voor hun eerste opdracht, zijn ze allebei onderweg naar het Valkenbergpark in Breda. De een ietsje sneller dan de ander. Oh, het is hier wel mooi eigenlijk. Het is hier super mooi natuurlijk. Maar daar ben ik helemaal niet op gefocust. Een kip vangen. Nou ja, oké, dus noemen we dat. Mijn tactiek. Ik denk rustig aanlopen en onverwachts pakken. Oké. Nee, zij gaan echt weg, rennen, hoor. Beter pak jij hem. In mijn hoofd ging dit veel beter. Ik lok ze eruit. Wacht, hey, ik weet niet hoor, maar volgens mij is het tekenseizoen al begonnen. Oh, ik wil echt googlen how to approach a chicken. Haren zijn gevaarlijk. Ik ben heel bang dat ze me pikken inderdaad. Maar daar is de andere groep volgens mij dan. Oh my god. Ik snap. Wat... Verstand op nul. Ah! Sander! Dat is een haan. Blijf gewoon voor deze kleine gaan. Oh, bruik je goor. Ik sta hier in het hol van de leeuw. Tussen alle kippen. Sander, loop wat? Langzaam die kant op. Ik sta hier, ja? Oké, misschien moeten we rustig... Piri piri. Oh, spiri piri is dat kip. Oh. Nou, oké. Helaas is het beide teams niet gelukt om een kip te vangen. Om alsnog de volgende envelop te krijgen, moeten zij nu als straf augurkensap shotten. 3, 2, 1. Raar genoeg, best lekker. Oh, lekker. Ja, zo vies vind ik het niet. Ja, ja. There we go. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Dat is zo. Ik denk dat we dit moeten gaan zoeken. Oh, wacht. Dit. Misschien kunnen we... Wat, ja, ik snap dat niet. Jij hebt Martijn gehad. Als wij nou eens die kant op lopen... En ik sowieso wacht, anders gaan we sowieso lopen inderdaad. Ja. Voor de volgende opdracht moeten beide teams hun weg vinden naar het Sint-Antonius-kathedraal in het centrum van Breda. Het Sint-Antonius-kathedraal was in het jaar 1836 de eerste katholieke kerk die na de schuilkerkenperiode gebouwd mocht worden. In 1853 werd het eerste kathedraal van Breda. Maar in 1876 werd de Sint-Barbara-kerk tot kathedraal gewijd. En in 1968 ging de titel naar de later gesloopte Sint-Michaël-kerk in het Brabantpark. Sinds 1 januari 2001 is de Sint-Antoniuskerk opnieuw een kathedraal op verzoek van bisschop Muskens. De kerk heeft een prachtig in hout gesneden preekstoel van Vlaamse kunstenaar Hendrik Peters die voort over het leven van de heilige Antonius. Wist je dat met 128 gezinnen Jansen? De meest voorkomende achternaam is in Breda, maar wel alleen met één S en niet twee. Oké. Maar voor deze challenge zullen wij dat achterwege laten. Zoek nu één persoon met de achternaam Jansen in 15 minuten. Jeetje. Beide teams hadden een klein beetje moeite met deze opdracht. Is een van jullie Jansen van de achternaam? Nee. Shit. Van mensen die aanwezig zijn, dan weet ik zeker dat dat niet zo is. Oké, okay, is goed. Dank u. Als achternaam of heeft u dat niet als achternaam? Helaas. Helaas, fijne dag nog. Ook geen Jansen. Mogen we iets vragen? Oh, that's okay. En toen gebeurde er dit. Is jouw achternaam toevallig Jansen? Ja. Nee. Oh my god, oh my god.
Oké, thanks. Omdat het team Avans niet is gelukt om iemand te vinden, moeten zij nu als straf voor de rest van de aflevering vastgebonden aan elkaar verder. Laten we kijken wat er in de volgende envelop zit. Foto? Vergeet niet om de hoek te kijken. Oh my god. Hier zijn we net geweest. Nee. Serieus. Jawel, dit is het Begijnhof. Daar. Ja, echt? Oh my god, dit is echt het Begijnhof. Als jij het zeker weet. Ja, nee, serieus. Oh my god. We moeten weer een plek zoeken. Die heb ik gezien. Dit is... Dit is bij de nonnen. Ja, dit is bij de nonnen. Ja. Ze zijn er beide snel achter gekomen dat het Begijnhof hun eindbestemming is. Terwijl team Avans er snel naartoe probeert te gaan, is team Buwas al in het Begijnhof. Oh my god, yes. Here she is. High five, schat. Heerly de peerly. Team Avans heeft het uiteindelijk ook gehaald, dus nu kan het laatste spel van start gaan. Een quiz over het Begijnhof. Tijd voor de quiz. 1. Hoe lang bestaat het Bijenhof? Begijnhof. Oh, Begijnhof. Ah, ik heb zwaar dus niet. Niet lachen, dat is... Moet ik alle dingen? A. 800 jaar. B. 750 jaar. C. 700 jaar. Wij denken 750. Ja, wij denken 750. Ja, wij denken ook 750. Mm-hmm. Oké, top. Vraag 2. Door wie moesten de Begijnen verhuizen? A. Hendrik de derde van Oranje. Hendrik de tweede van Oranje. Hendrik de derde van Nassau. Wij denken C. Hendrik de derde van Nassau. Ja, wij ook. Nou. Wanneer is de laatste Begijn overleden? A. 1970. B. 1990. En C. 1999. 1970. 4. Wie wonen er eigenlijk op het Begijnhof? A. Ongetrouwde vrouwen. B. Vrouwen in weduwschap. C. Nonnen van het oude klooster. Wij gaan voor A. Wij gaan voor nonnen. Lekker! Dus openmaken. Nee, we moeten dit gaan shot. Julius, en de winnaar is... Rizanne. Oh, nee. Oh shit. Ik had het niet zonder jou gekund, denk ik. Nee, ik kon niet zonder applausje jou. Voor jullie. Kijk eens aan. Ja, gewonnen. Verdiend gewonnen. Die nemen we mee in onze memories. Zeker weten. Heel blij mee. Wat een mooie stad hebben we toch, hè? Zeker. Zekers. En kennen jullie deze plek al? Nee. Ik niet. Nee, allebei ik ook niet. Nee. Nou, dan hebben jullie hier hopelijk wat inspiratie uit kunnen halen. En om weer terug te gaan naar mental health. Kiki, heb jij nog tips voor onze kijkers? Ja, eigenlijk gewoon echt die sociale contacten blijven opzoeken. Elke dag proberen iets leuks of nuttigs te doen. Al is het huiswerk, het voelt nuttig. En als het echt niet helpt, ga dan wel echt een coach zoeken of zo. Ja. En Marijke, moet je nou echt altijd naar een expert als het gaat om mental health? Nou, ik denk dat het er heel erg aan ligt wat de ernst van de vorm. De ernst ervan, ja. Als het niet zo ernstig is, iedereen heeft wel eens een keer een dag dat je je niet zo goed voelt. Of dat je in een dip zit. Nou, dan kun je elkaar gewoon opzoeken. Ja. Wat Kiki zegt. Dan moet je gewoon zorgen dat je elkaar contact en dat je daarmee bezig bent. Als het langer duurt en je voelt dat je er niet uitkomt, ja, dan adviseer ik het wel. En dan moet je er niet te lang mee wachten. Marijke, Kiki, bedankt. En dan is bij ons aangeschoven Jesper. En Jesper, jij hebt ook een nummer geschreven over mental health, toch? Jazeker, ik heb een liedje geschreven. Hij heet Licht. En het is eigenlijk, ik heb het geschreven toen ik in quarantaine zat. Ik zat eigenlijk de hele tijd op mijn eentje op een kamer. En toen voelde me niet zo lekker. En als ik me niet zo lekker voel, dan eigenlijk het eerste wat ik ga doen is muziek maken. En zo probeer ik het weer een beetje beter te krijgen. Nou, dat willen we graag horen. Hier is Jesper met Licht. Alleen nu hier. En alles om me heen heb ik al veel te vaak gezien. Ik zit minutenlang te kijken naar een stipje op de muur. De deur, post en plafond, ja, ik zie ze elk uur. Het is niet te begrijpen hoe ik hier al dagen zit, helemaal in mijn eentje. Ik weet niet wat ik moet en ik heb verder niets te doen, hier nu alleen. Alleen op een kamer, samen met de tijd. Ik moet hem gaan verdrijven, maar ik wil hem nog niet kwijt. Het duurt nog wel even, maar het einde is in zicht. Dan moet je wachten, wachten. Dan wordt het weer licht.
Dat was het voor vandaag en dan zien we je graag de volgende keer weer terug bij Studententy. Alleen op een kamer, samen met de tijd. Ik moet hem gaan verdrijven, maar ik wil hem nog niet kwijt. Het duurt nog wel even, maar het einde is in zicht. Dan moet je wachten, wachten. En dan wordt het weer licht.